Voor ons is dat zo vanzelfsprekend dat als je iets laat vallen, dan valt het gewoon naar beneden. We noemen dat zwaartekracht. Maar als je er echt over nadenkt wat die zwaartekracht nou is, dat is zo simpel nog niet. Die zwaartekracht die laat zich heel moeilijk vangen in formules en begrip en wat het nou eigenlijk precies is. Ja, we noemen het natuurlijk zwaartekracht en dat houdt misschien wel in dat het ook echt een kracht is. Maar eigenlijk denken we niet dat het een kracht is. Want wat we namelijk weten is dat er een samenhang is tussen ruimte, massa en tijd. En we weten dat elke massa de ruimte een beetje vervormt. En die vervorming, dat is eigenlijk zwaartekracht. Doordat massa de ruimte vervormt, zien we dat massa's elkaar aantrekken. En elke massa trekt elke andere massa aan. Zelfs jij en ik trekken elkaar aan, maar omdat we maar zo weinig massa hebben op astronomisch niveau, is dat eigenlijk niet merkbaar. En dan is er nog wat geks aan de hand, want die ruimte, die vertelt dus massa hoe die moet bewegen. En massa vertelt de ruimte hoe die moet krommen. Maar dan krijg je ook nog tijd. Hoe meer massa je hebt, hoe meer zwaartekracht, zo leggen we dat uit, hoe langzamer ook de tijd gaat lopen. En een heel mooi voorbeeld, dat zie je in de film Interstellar, waar expeditieleden naar een planeet gaan die rondom een zwart gat draait. En rondom een zwart gat heb je enorm veel zwaartekracht. Dus de ruimte is daar ook enorm verbogen. Maar je krijgt dat omdat er zoveel zwaartekracht is, dat de tijd daar ook langzamer gaat lopen. En als je de film gezien hebt, dan weet je dat elk uur dat die expeditieleden langer bij dat zwarte gat bleven, er zoveel jaren op aarde verstreken. Dus meer massa betekent meer zwaartekracht en betekent dus ook dat je de tijd langzamer gaat lopen. En dat effect is zelfs al zo sterk dat we met hele nauwkeurige klokken het verschil op aarde al kunnen meten. Als je een atoomklok op de top van de Mount Everest zet en je zet dezelfde atoomklok aan de voet van de Mount Everest, dan zit die laatste dichter bij de kern van de aarde. Die voelt dus meer zwaartekracht. En daar loopt de tijd dus ook net iets langzamer dan wanneer je op de top van de Mount Everest zit en dus wat verder bent van de kern van de aarde. Dus zelfs op dat niveau is het tijdsverschil door onze klokken al te meten. Die tijdverschuiving die hangt ook samen met je snelheid. Want we roepen wel eens van ja, niks kan sneller dan het licht. En dat kun je eigenlijk ook heel simpel aantonen dat dat zo is. Want op het moment dat je sneller gaat, dan gaat ook je klok langzamer lopen. En naarmate je dichter bij de lichtsnelheid komt, dan gaat je klok zo langzaam lopen dat hij op een gegeven moment bijna stilstaat. Een deeltje zonder massa, een foton bijvoorbeeld, ja, die bewegen altijd met de lichtsnelheid. En voor een foton staat de tijd dus gewoon echt stil. Dat zou dus ook betekenen dat als jij sneller dan het licht wil, ja, dan heeft dat maar één gevolg, dat de tijd terugloopt. Nou, en voorlopig denken we nog niet dat we terug kunnen in de tijd. Dus niks kan sneller dan het licht. Maar dat heeft ook wel een voordeel. Want stel je voor dat we een superraket zouden kunnen bouwen die 99,99% van de lichtsnelheid zou halen. Dan zou je eigen klok zo langzaam lopen dat jij misschien binnen een mensenleven naar de rand van het zichtbare universum kan vliegen. En dan zou je denken van, kijk, zie je wel, ik kan sneller vliegen dan het licht. Maar ja, dat geldt dan misschien voor jouw eigen klok. Maar iedereen die achter is gebleven op de aarde, ja, die zijn er dan niet meer. Want voor de achterblijvers op aarde zijn er miljarden en miljarden jaren verstreken. Zou je de snelheid van het licht kunnen benaderen, dan gaat niet alleen je eigen klok steeds langzamer lopen, maar je massa neemt ook toe. Je moet namelijk zoveel energie in een stukje materie stoppen om snelheid te kunnen meegeven. Ja, dat die energie zich als het ware omzet in massa. Dus naarmate je steeds verder gaat versnellen richting die lichtsnelheid, neemt je massa ook steeds toe. En dat betekent dat je nog steeds veel meer energie nodig hebt om die toenemende massa te versnellen. Ja, op een gegeven moment als je de lichtsnelheid zou halen, dan zou je massa oneindig zijn. Je eigen klok zou stilstaan en je zou een oneindige hoeveelheid energie nodig hebben om tot die snelheid te kunnen versnellen. Dus die lichtsnelheid, dat is echt de absolute grens. Zo zie je maar, alles is relatief.